De chaos in het lokaal is groot gistermiddag. Een dag later is Joas weer een beetje bekomen van de schrik. Al had het natuurlijk anders af kunnen lopen. Ondanks de tik tegen zijn hoofd weet hij nog precies wat er is gebeurd. Een ventilatie, luchtverfrisser of zo, ik weet niet. Maar die is naar beneden gevallen door de wind. En toen is hij gevallen en toen is mijn tafel gebroken. En ja, alles trilde en ja, iedereen begon te gillen en iedereen rende de klas uit. En nu heb ik een gat in mijn hoofd. Dit is de kast die naar beneden valt. Doordat Joas een gat in zijn hoofd heeft, komt er bloed uit. Juf Liesbeth is op dat moment ook in het lokaal en komt direct in actie. Toen ben ik met Joas naar de keuken gegaan en heb gekeken hoe die eraan toe was. En dat viel gelukkig nog mee naar omstandigheden en heb ik er een doek opgelegd. En mijn collega van de andere klas, Yvonne, kwam er toen aan en die heeft hem overgenomen en hem rustig gemaakt. Zodat ik naar mijn klas kon, die hier was ondergebracht. En heb ik hem proberen rustig te maken. Het dak van de school is beschadigd geraakt. Hoe het met de andere klimaatkasten is gesteld, weet de directeur niet. Maar hij neemt geen enkel risico. Ja, we zijn druk bezig om de school goed te controleren. Het dak heeft ook een ongelooflijke optaten gehad. De plafonds ook te hangen, ook die klimaatkasten aan. Die worden nu allemaal gestut voor de zekerheid. Om te zorgen dat we maandag gewoon goed en veilig kunnen beginnen. Vanmiddag heeft de school met de ouders en de kinderen gesproken over wat er is gebeurd. Zodat maandag iedereen weer met een goed gevoel in de klas zit.